bijzonder. Jullie staan voor jezelf. Jullie kunnen een feest vieren als geen ander. Anderen praten erover. Jullie doen het gewoon. En daarom gaat er niks, maar dan ook niks, boven Groningen. Hartelijk bedankt. En dat was de middag van Koningsdag 2018 in Groningen. We zijn weer terug op de Vismarkt. Het is weer avond, het is iets kouder geworden inmiddels. En u zag die prachtige beelden voorbij komen. En dan ontgaat de kijker natuurlijk helemaal niets. En dan vallen er van die kleine details op die dan uitgroeien tot een prachtig verhaal. Marleen, let even goed op, want we gaan modepolitie spelen. Want dan gaan we even terug in de tijd. Maar eerst even kijken naar een rode baret. Dan hebben we een rode baret van de koningin vandaag. Staat daar prachtig. En dan zegt iemand in één keer, hey, maar die rode baret ken ik. Namelijk van 14 jaar geleden, toen ze ook in de provincie Groningen was, had ze ook een rode baret op. En nou ging het in die samenvatting zojuist ook over de recycle-mode. Het was een modeshow vanmiddag. Dan gaan we nog even verder, want de rode baret links gelaten. Dan kijken we naar het jasje. Dat jasje zagen wij vandaag weer terug, 14 jaar later. En dat werd dan door Alexia gedragen. En dan denk je, nou kijk, dat is een leuke toevalligheid. Nou, niks toevallig. Het blijkt een statement. Dat mogen we wel zeggen, want de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane droegen alle drie iets uit de garderobe van hun moeder. Dat ontdekte dan weer Josine Drogendijk. En die schreef het boek Modekoning in Maxima. Ja, dus het zijn allemaal kledingstukken die al een keer eerder gedragen zijn en dan nu door de dochters. Ja, ik had het niet door, moet ik eerlijk zeggen, toen ik het vanmiddag zag. Maar opmerkelijk, toch? Ja, ik vind het onwijs leuk. Ik heb me altijd afgevraagd wat er met Maxima's kleding gebeurt. Ik had me graag willen opofferen, maar ze heeft natuurlijk drie hele mooie dochters die het prima aankunnen. Dus ja. Leuk. Ja, ik moest vroeger ook wel eens kleren aan van mijn broer of neef of zo. Dat vond ik meestal niet leuk. Maar dat was dan minder leuk. Toch iets andere kleding dit, geloof ik. Ja, echt wel. Ja. Ja, dat was toch ook wel een fashion statement. We zagen ook Mathieu de Beau. Ja, dat klopt. Van Café Soestdijk hier in Groningen. Een bijzondere ontmoeting vanmiddag, want dat was, ja, er werden vele handen geschud, maar het was volgens mij een ontmoeting van oude vrienden weer. Ja, we zijn gisteravond begonnen in het café, drinken en eten. En ik kan je echt zeggen, het was een ongelooflijk warm bad waar we allemaal in terecht kwamen. Ja, dat drinken, dat snap ik allemaal wel, maar ja. Ik bedoel vandaag. Het gaat even om vandaag. Ja, vandaag. Nou, we hadden eigenlijk, ja, het was fantastisch dat ze naar het café kwamen. En, Nou, even voor de duidelijkheid, want het gaat om Prins Maurits, Marilène, Bernard. Die hebben allemaal ooit gewerkt in Café Soestdijk. Dat klopt, ja. En dan, dan sta je langs de route. Je weet dat ze langskomen. Al even niet gezien, toch, volgens mij. En dan komt die ontmoeting. Is dat dan nog ongemakkelijk? Nee, vond ik niet. Het was gelijk weer heel warm. Net zoals wat Maurits ook zei. Het voelde als 20 jaar geleden. Ja. En dat was het voor ons eigenlijk ook. Hoezo hadden ze eigenlijk een bijbaantje nodig? Je denkt, prinsen die hoeven toch niet per se heel veel bij te verdienen? Maar... Ja, ik denk dat het gewoon jongens waren die ook lekker mee willen doen en willen werken. En, ja. En het is natuurlijk heel goed om dan iets te doen in een café, een dienstbaar te zijn. Ja. En... Praktisch nog niet eens zo heel makkelijk, hè? Want ook in die tijd al volgens mij bewaking die de hele tijd in de buurt was. Nou ja, we hadden per prins hadden we twee bewakingsleden. En... Stonden zij in de keuken, bewaking aan het tafeltje? Nou, ze stonden in de bediening en de bewaking aan het tafeltje. Ja. Hoe waren ze vroeger? Nou, gewoon heel makkelijk in de omgang. En ook niet van, wij zijn van het koninklijk huis, dus je moet ons anders behandelen. Helemaal niet. En in de keuken wordt er nog wel eens gevloekt en geschreeuwd. En ja, dat kregen de heren ook wel eens te horen. En dat is geen probleem. Er ontstond toch weer zo'n moment van die kroegsfeer van toen, volgens mij. Ja, want ja. Er werd spontaan vanmiddag ook weer gezongen. Laten we even kijken. Ik kan mij voorstellen dat Prins Maurits vroeger wat uitbundiger was.
Absoluut. Je bent jong en je feest mee. En ja, dat was altijd ontzettend gezellig. Ja. En Maurits stond ook nog wel eens achter de bar te zingen. Dus, toen wel. Ja, top. Ja. Ja. Heel mooi. Matje, ik denk dat er nog wat gefeest gaat worden vanavond. Dat denk ik wel, ja. Daar moet je maar op rekenen. Ja, aan het werk, hè? Zou ik zeggen. Kok weliswaar, maar toch. Er kan wel wat hulp gebruikt worden vanavond. Dankjewel. Oké, jij ook bedankt. Ja, we hebben het al eventjes eerder besproken. Het is een bijzonder fenomeen. En we hebben het vorig jaar eigenlijk ook gedaan. Iedereen gevraagd om, ja, als je dan toch de hele tijd selfies aan het maken bent langs de tocht, stuur die dan op. Marleen, jij hebt ook al die selfies die we binnenkregen, want het waren er een heleboel. Ja, heb je ook allemaal doorgekeken? We hebben een keuze gemaakt, want het waren er honderden. Dank voor het sturen. Want het is iets wat iedereen doet. Nadenken of je nou de mensen gewoon aan moet kijken, of dat je door je telefoon moet kijken, of dat je een hand moet geven. Nou, de meeste mensen kiezen toch voor een selfie. Wij gaan er even een paar doornemen die zeer de moeite waren. Dit is Anita Ruijs, met Alexia natuurlijk, die vaak op de foto stond, opvallend. Edgar Mulder, een trotse foto met een prachtige koningin Maxima. Hier zien we dan weer Elsbeth Bonifaas met prins Floris. En prins Floris heeft er zin in vandaag. Marie-José Beverlo, ook weer een mooi plaatje met Maxima. Perfecte selfie, eigenlijk alles klopt. Dan Yvette Zomerman. Ja, die valt er dan net even buiten, maar ze stond er wel op. Hoor. Plezier met de neven van de koning, Maurits. En je ziet ook nog een stukje Maurits en Floris ziet u nog. Caroline Haan is deze foto van Amalia. Een meisje met oranje hoed. Let eventjes op, want die heeft de ideale plek. En daar gaat het om. Drie keer raak, want Caroline heeft ook nog Ariane. Die was heel goed bezig. Ja, en dan ook nog Maxima erbij. Dat gaat dan goed, hè? Dat is toch bepalen waar je staat. Ja, en dit was stiekem een beetje mijn favoriet. Ja, is dat zo? Ja, want? Dit vind ik zo'n leuke, spontane foto. Dat meisje wat echt super gelukkig kijkt. Dan die mevrouw daar, die er ook helemaal blij is. En dan zo'n momentopname van de koning. Dat vind ik echt een gekke foto. Toch is het ook iets opmerkelijks aan selfies, dat je degene die de foto maakt dan prominenter in beeld staat dan het onderwerp waar het eigenlijk om gaat, denk ik. Maar dat hoort ook een beetje bij. Moet niet als oude man gaan klinken. Marloes Kiemel heeft een hele mooie gestuurd. Prinses Emé is er ook. Maaike Breed, Amalia met vermoedelijk een tweeling zien we hier. En wie is die man in het midden? Ja, dat is beveiliging dan. En dit is een beetje de foto Zoek de Prinses. Allemaal meisjes met blond haar natuurlijk op rechts. Gerwin Posma. Kijk, dat is echt een fenomeen wat meisjes hebben. Ik weet niet of jij dat kent. Maar als je dan een selfie hebt gemaakt, dan laat je dat eventjes zien. Of hij goed is voordat hij geüpload kan worden. Volgens mij kreeg je een goedkeuring. Philip Pruim stuurde ook nog deze. En dit is, let op, selfie in selfie. Dochter hier, op voorgrond natuurlijk. Prachtige foto, verdrinkt moeder. Kijkt u daar rechtsonder in beeld, op de achtergrond. En dan Suzanne van Eck. En dit is ook een goede tip volgens mij voor mensen die volgend jaar ambities hebben. Altijd handig om de prins zelf de selfie te laten maken. Jos Mulder heeft ook nog een foto gestuurd met onze eigen prinses. Lennart Jongeneel hebben we hier. En dit is opmerkelijk, want Lennart zien we rechts. Met de oranje hoed. En die had er eigenlijk de hele tijd, de hele ochtend gestaan al. En denkt, ik ga een foto maken. Ik sta hier perfect. Kan hem niet missen. En dan springt er in één keer een onbekende jongen tussen. De fotobom. De fotobom, inderdaad. Zo noem je dat. Eloïse is dit, uit Barcelona, een Spanjaard dus. Kwam speciaal voor deze selfie naar Groningen. En dat Spaans helpt, blijkt. Als je in Spaans gaat praten, reageert ze. Mailde hij nog Cynthia Bakema. Een vrolijke familieselfie met Constantijn en Laurentien. En Nina Krommelin. De topbesluit is deze. Deze is toch zeer zoet, hè? Met Ariane en Felicia. Jouw favoriet nog eventjes. Gaan we nog even terug. Dat was die prachtige foto. Welke was het ook alweer? Kijken of we die nog hebben. Met dat lieve meisje op de voorgrond. En de prins op de achtergrond. Nou, die kunnen we niet meer vinden. Ja, nee, dat zijn andere jongens. Maar dat maakt niet uit. Laten we ook nog deze van Marie-José Beverlo. Dat was de vierde die ik liet zien. Dat vond ik dan weer een hele prachtige. Met Maxima. Hebben die nog? Nee, hebben we ook niet. Maakt niet. Uit. We hebben het allemaal laten zien. Wij gaan naar muziek, want dat is ook Groningen. Groningen is de muziekstad. En dan is dat ook vanwege het festival wat hier elk jaar aan het begin van het jaar plaatsvindt. Eurosonic Noorderslag. Dan komt het talent uit Europa hier naartoe, maar uit heel Nederland. Het beste wat het komend muziekjaar te bieden heeft, dat staat hier dan op diverse podia. En er wordt altijd de popprijs uitgereikt voor de beste popband van het jaar daarvoor. En het was die band. En dan heb ik het over, inderdaad, Kensington. Ja, meestal spelen we een uur of anderhalf uur. Als we echt straks in de arena spelen we twee uur. Maar dit was even knallen.
3 minuten wel te gaan. Wel spannend was het. Ja? Ja. Er is zo weinig bekend over de koninklijke familie, dus je weet ook helemaal natuurlijk niet hoe ze gaan reageren. En nou ja, zoals ze kenden. Het staat ook aardig hard aan, weet je wel. Dus, Maar één iemand die kent het sowieso. Alexia, ze zong echt super goed mee. Alexia ging helemaal los. Ja, top. Ja, leuk. Superleuk. Ja. De tekst vergeet, maar gewoon naar Alexia kijken. Dan weet je het weer. We hebben de hele familie in de hand geschud. Dat vond ik ook echt wel bijzonder. Dat ik dacht, ze gaan even kijken en ze lopen weer door. Maar echt, ze bleef tot het einde staan en... Handen geven. Alexia heeft nog geen handtekening gevraagd. Nee, maar ik heb ook een plek teruggegeven aan Ariane. Oké. Dus die heeft een souvenir meegekregen. Dat wordt ruzie in de bus terug. Ja, we hebben geen berichten gekregen over ongeregeldheden in de koninklijke bus. Tot op heden. Ja, hier in Groningen gaat het feest gewoon door. Toch wordt er inmiddels ook al een klein beetje opgeruimd. De stad krijgt weer een klein beetje zijn oude gedaante terug. En iedereen gaat weer naar huis en kijkt natuurlijk ook weer of de foto's gelukt zijn. Een paar hele lelijke, maar ik heb wel een prins gekust. Oh, echt? Ja, serieus. Ja, we gaan nu biertjes drinken. Ja. Fantastisch dat we dit hebben mogen meemaken hier. Echt. Daar zijn we heel erg trots op. Dat is elders in de stad en ondertussen gaat hier Kensington door. Daar gaan wij snel naar kijken zometeen. Ik dank u voor het kijken natuurlijk. Marleen, dank je wel voor erbij zijn. Ja, was leuk. Jij gaat nog een feestje vieren, want jij woont hier aan dit plein. Ja, ik woon daar. In een heel mooi pand, dus daar weer te gek uitzicht. Ja. Dus we gaan even een lekker feestje vieren thuis. Okay. Veel plezier daarmee. Om 8:55 wil ik nog even zeggen, het Koningsdagconcert op NPO 2. Daar kunt u ook naar gaan kijken. En dan nu hier vanaf de Vismarkt in Groningen, Kensington. Een hele prettige avond.